Renault Antwerpen. De auto's van stad. Wij doen hier een actie. Niet tegen de reizigers gericht, maar eigenlijk tegen het overstapmodel van de lijn dat ze in september willen doorvoeren. De vakbonden zijn er niet blij mee dat de lijn 60 miljoen gaat besparen. Want dat heeft zo zijn gevolgen voor de pendelaars uit Berchem. Buslijnen 9 en 14 aan Berchem station worden afgeschaft en ook het traject van tram 11 wordt ingekort. In de plaats komt er de pre-metro tram 9, maar dat is voor de vakbonden niet voldoende. De lijn blijft maar besparen. Dat is al jaren dat ze nu bezig zijn met besparingen. Nu gaan ze een tramherschikking doen. Op zich is dat plan zeker niet slecht, maar dat ze zoveel busritten willen afschaffen, daar kunnen we toch geen vrede mee nemen. Het zou een slechte zaak zijn, omdat het voor de reizigers tijdverlies gaat zijn. Het is ook veel minder comfortabel van over te stappen. Dikwijls komen mensen van ergens anders waar dat ze ook al moeten wachten hebben op een bus. Hè. Dus die snelle verbindingen met de buslijnen, die zou moeten behouden blijven. Wat hopen jullie met vandaag te bereiken precies? Dat wij eens willen laten zien aan de directie waar het teweeg brengt als zij het effectief gaan doorvoeren. Nu houden we dus de lijnen tegen die richting Roosevelt plaats gaan. We vragen aan de reizigers om af te stappen en over te stappen op de tram. En zodanig een beeld te creëren van hetgeen dat er zou gebeuren in september. En hopen dat zij er dus ook wel rekening mee houden. Hè. Voor de reizigers is vandaag soep voorzien om zich op te warmen tijdens het lange wachten. Want met de afschaffing van de buslijnen wordt Berchem station nog meer dan vroeger een overstappunt voor de pendelaars. En dat zien zij ook niet zitten. Ik ben ook een busgebruiker en ze gaan heel veel lijnen afschaffen enzovoort. Als ze de dienstverlening verder gaan verlagen, is dat ook tegen mijn eigen belang. Dus ik steun het absoluut. Ja. Mevrouw, ik zag u heel aandachtig het pamfletje lezen. Ja, het verwondert me, want er zijn er een paar bij die ik eigenlijk dikwijls gebruik. En dat komt pijnlijk aan, want ik heb geen auto niet meer. Dus dat is toch wel even wennen dan toch. Nu, ik zelf maak persoonlijk geen gebruik van deze twee buslijnen. Maar ik neem aan, voornamelijk bus 9, waar dan al veel, ik zal zeggen, mensen van de derde leeftijd op zitten. Die zullen nu toch andere manieren moeten zoeken om zich te kunnen verplaatsen. Maar in ieder geval, mensen met woon-werkverkeer, die zullen nu toch een andere oplossing moeten zoeken. En misschien langer onderweg gaan zijn dan gebruikelijk.